toen het wetsontwerp tot hervorming van de energiefactuur werd besproken, hebben wij met het Vlaams Belang steeds gewaarschuwd voor de impact op onze gasfactuur. Niet alleen werden op 1 april van dit jaar de accijns en de belastingen op gas opgetrokken, een platte belastingverhoging dus, tussen de plooien van diezelfde wet werd ook een kliketsysteem geïnstalleerd. We kennen dat perverse systeem van aan de benzinepomp. Op sluipende wijze worden de belastingen op diesel en benzine zo verhoogd en u hebt dus een gelijkaardig systeem in stelling gebracht voor gas. Wanneer de gasprijs daalt, dan krijgt de burger die prijsdaling niet volledig doorgerekend, want dat stijgende accijnzen, de belastingen op gas, onze waarschuwingen van het Vlaams Belang in de commissie, werden steeds afgewimpeld door u en de meerderheidspartijen. Maar wat lezen we nu in het verslag van het Rekenhof dat dinsdag werd voorgesteld in de commissie? En ik citeer, de kans bestaat zelfs dat het accijnstarief van gas in het vierde kwartaal verhoogd zal worden. In dit geval voorziet de regelgeving in een verhoging van de accijns voor het verbruik boven het basisverbruik. Bovendien stelt het Rekenhof, en ik citeer opnieuw, dat in gevolg de Europese BTW-richtlijn het verbruik van aardgas vanaf 2030 niet meer kan genieten van een verlaagd BTW-tarief. Mijn vraag is dan ook tweeledig, meneer de minister. 1. Wat is de impact op de begroting van de geschetste accijnsverhoging voor de winter 2023 en 2024? Met andere woorden, hoeveel geld wil u nog extra uit de zakken halen van de mensen die zich verwarmen met gas? En 2. Kunt u bevestigen dat de BTW op gas tegen 2030 opnieuw zal stijgen naar 21%? En met andere woorden, dat de beloofde permanent verworven BTW-verlaging op gas een politieke leugen is. Collega's, de socialisten van Vooruit hier hebben de bevolking belogen toen minister Frank van den Broeke zei dat de BTW-verlaging permanent was, ook voor gas. En toen Conner zei dat er geen extra taksen zouden bijkomen op onze energiefactuur. En tezij de deal die uw regering sloot met het Iraanse schurkenregime ook de levering van goedkoop gas zou omvatten, mag de burger een drievoudige belastingverhoging op gas verwachten. Op 1 april zijn de accijns en de belastingen al een eerste keer gestegen. Door een gelijkaardig kliket systeem zoals aan de benzinepomp, zullen die accijnzen mogelijk nog een tweede keer stijgen voor de winter. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zal de BTW uiteindelijk ook opnieuw stijgen naar 21%. Er is een oud-Vlaams spreekwoord dat stelt, duvelzak is nooit gevuld. Ook de zakken van deze regering raken nooit gevuld. Zeker niet als het geld moet blijven stromen naar het buitenland, asiel en nog meer migratie. Binnen een jaar krijgt de kiezer opnieuw de kans om dat te wijzigen. Hoog tijd voor verandering. Thank you.